We hebben CCP's gebouwd om financiële transacties te verzekeren. Gebrek aan dergelijke verzekering heeft bijgedragen aan de financiële crisis. Ik geloof echter dat die nieuwe CCP's die we hebben opgezet, dat die ondergecapitaliseerd zijn. En als die CCP's omvallen, dan zitten we in de volgende financiële crisis. CCP's zijn eigenlijk verzekeringsmaatschappijen. Dus die verzekeren financiële transacties. Als jij en ik een aandelentransactie doen, dan is dat niet direct dat ik de stukken krijg en dat je me geld geeft. Dat is 2 tot 3 dagen later. Nou, als in de tussentijd een van ons failliet gaat, dan gaat die transactie niet door. En dat willen we eigenlijk verzekeren. Zo'n CCP die stapt in, neemt die de kant over van die transactie waar die failliete partij stond. Maar waarom zijn ze dan ondergecapitaliseerd? Nou, de CCP beschermt zichzelf eigenlijk door onderpand te vragen. Dus die onderpand staat in verhouding tot elke bank die aangesloten is bij de CCP. Hoeveel portefeuillerisico hebben zij nu eigenlijk op een bepaalde dag? Dus hoeveel uitstaande aandelentransacties zijn er? Dat doen ze bank voor bank, maar ze vergeten de correlatie die bestaat tussen de waarde van die posities over de banken heen. En die correlatie wordt wel heel erg groot als er een drukke transactie is. Als iedereen in één aandeel zit, op een gegeven moment koper of verkoper wordt, dan als er een grote waardebeweging is op dat aandeel, dan is niet 1 of 2clearing members, banken, in de problemen qua portefeuille. Dan is mogelijk de helft van je bestand zit met grote problemen. Nou, dan heb je dus een systeemrisico. Maar hoe leidt het dan tot een financiële crisis? Nou, die CCP die is eigenlijk de verzekeraar van alles. Als die zelf omvalt, dan is er weinig kans dat een van de banken kan helpen, want die zijn immers zelf allemaal al onderuit gegaan. Dan zullen we weer terug moeten naar de belastingbetaler. Of we gaan al die transacties alsnog cancelen. En dan is het probleem dat banken de transacties niet meer vertrouwen en op hun eigen geld gaan zitten. En het geld niet meer uitlenen aan de maatschappij of investeren in bedrijven. Zijn er oplossingen? Er zijn eigenlijk 2 oplossingen die ik zie. Eén is een maatstaf voor drukke transactierisico. Die ik ontwikkeld in een van mijn recente projecten, CrowdX. Dus als een patiënt ziek wordt op het drukke transacties eigenlijk, dan moet je kunnen meten van wat zijn temperatuur is. Maar misschien nog belangrijker is er een alternatieve methode om dat onderpand te berekenen, waarbij we die onderverzekering opheffen. Waarbij we dus eigenlijk zoveel onderpand hebben dat we de drukke transacties verzekerd hebben. Nou, die heb ik ontwikkeld en het aardige daarvan is dat degene die het meest bijdraagt aan die drukke transactierisico, dat die dan ook meer betaalt, meer onderpand levert. Is zo'n oplossing in te voeren wereldwijd of gaat het alleen in Europa lukken? Nou, idealiter heb je dat wereldwijd georganiseerd. Heb je ook clearinghuizen die wereldwijd actief zijn. Maar de praktijk is nog steeds dat de lokale producten het meest door lokale banken worden gehandeld. Dus je zou kunnen beginnen om dit gewoon continent per continent te gaan implementeren. Is dit nou een leuke ivoren toren academische oplossing of denk je dat het ook in de praktijk gaat aanslaan? Nou, het aardige hiervan is dat ik eigenlijk gesproken heb met die clearinghuizen, inmiddels deze idee heb gepresenteerd. En voor CrowdX is er eigenlijk een algemene toepassing gevonden in de risicorapportage naar hun klanten. En de alternatieve margemethode, daar wordt actief over nagedacht om dat op een iets andere manier, maar toch ook te gaan implementeren.